Dit is een perceel met suikerbieten. En ik heb vorig jaar voor het eerst herbolie op de suikerbieten gedaan. De omstandigheden waren vorig jaar gewoon zeer slecht. En toen werd ons geadviseerd door Van Vossen van... ik zou toch eens een keer proberen om die herbolie te doen, want daar zijn wel hele goede resultaten mee. En toen hebben we de proef op de som genomen en we hebben dat toegepast. En ik heb ook een referentieblok niet behandeld. En we hebben dat later laten onderzoeken door de suikerfabriek. Want ik had nog een test van een ander bietenras ook op het PC liggen. En toen zijn die drie monsters naar de bietenfabriek gegaan. We konden wel zien dat het onbehandelde gedeelte stond er minder mooi fris op dan het behandelde met herbolie. Maar ja, dat zegt dan nog niks. Maar uit de test kwam wel, die bij de fabriek is geweest, dat het suikergehalte wel van het behandelde gedeelte wel hoger was. Ik had ook bij het behandelde 1 kilo meer biet op de 3 meter. Ja, als je natuurlijk 1 biet meer of minder hebt, dan heb je ook het verschil. Dus ik wil gewoon die test komend seizoen nog een keer herhalen. Want 1 jaar is geen jaar.